je bent er al, zie ik. Ja, goedemorgen allemaal. U kent natuurlijk allemaal de uitdrukking... het leven is goed in het Brabantse land. Maar wist u ook dat dat komt omdat ze daar heerlijk kunnen koken? Nou, gewoon deze week kijken. Want iedere dag hebben we wat speciaals uit Brabant. Uit Brabant, hè? Met soms een Ria-touch. Een beetje fantasie altijd erbij natuurlijk. Dat kan het niet want laten. Anders krijg ik al die Brabantse vrouwen over me heen. Die weten het veel beter dan ik. Natuurlijk. Dus, maar wat veel gaan we vandaag doen? Pataten. Pataten deze week. Wij gaan vandaag maken een preiprol. En wat is dat nou? Dat is een mooie alliteratie, hè? Preiprol. Ja, ik dacht dat het een preirol was. Dat je een schrijffoutje had gemaakt. Maar... Nee, het is echt preiprol. Preiprol. Het is een maaltijdsoep. Een hele dikke, vette maaltijdsoep. De mannen kwamen vroeger van het land af. En die gingen dan lekker met bruin brood. Zo van zo'n Brabantse mik, dun gesneden. Spekvet erop. Ja. En dan zo lekker die dikke soep. Wat je, de lepel moet erin blijven staan. Dat gaan wij dus doen vandaag. Dat lijkt wel wat. Wat hebben we daarvoor nodig? Prei. Natuurlijk prei. Want je mag nooit beraden. Prei hebben we ervoor nodig. Dat was een goede van Manon. Stukken 5 prei heb ik hier liggen. Ja. Maar ik ga natuurlijk, je brengt me ook helemaal in de war. Het is altijd mijn schuld, maar dat wist u. We hebben ook wat kippenbouillon nodig. We hebben wat boter nodig. 3 lekkere grote, dikke, vette aardappelen. Een beetje rijst. Uitspekjes die we uit gaan bakken. Dus een plakje bacon of de kaaltenspek heb ik hier liggen. Ik heb om het chic te maken wat blokjes ham erbij. Maar dat is alleen maar om het chic te maken. En selderij. Ja. Snijselderij, zoals dat heet. Dat is al. De eerste tip. Dat is het schoonmaken van prei. Ik heb het alles eerder laten zien. Maar stel je voor dat u vandaag voor het eerst kijkt. Ik doe het niet anders meer. Het is zo'n gedoe om alsmaar die preiringetjes uit dat koude water te vissen. Koude als je ze eindelijk gewassen hebt. een leuke methode is als u die prei overlangs insnijdt. Ja. En als je nou nog kleiner... We moeten een beetje grove stukken hebben. Dus vandaar dat ik het maar 1 keer doe. Maar als je kleinere stukjes wil hebben, snij je hem nog een keertje zo in. En dan heb je een bak water. Je houdt de buitenste bladen laat je een beetje, maak je een beetje los. En je haalt het zo door het water heen. En dan moeten we eens kijken. Dan hebben we hier een hele mooie, schone prei. Moet ik hem wel goed doen natuurlijk. Ja, even wapperen. Even wapperen, heen en weer wapperen. En dan ziet u dat u op deze manier makkelijk de prei kunt wassen. Ja. En als je dat 1 keer gedaan hebt, dan doe je nooit meer anders. Die mag jij terugzetten. Oké. Okay. Wat ik intussen doe, is het vuur onder het pannetje aan. En toen was er vuur. Ja. En daar gaat de boter in de pan. En zoals dat dan vroeger was, was dat spekvet natuurlijk. Hè? Oh ja. Dus dat kan ook. Dat kan ook. Maar zeker. En dan snij ik vrij grove ringen. Het is bovendien een maaltijdsoep waarbij alles goed gaar moet zijn. Mm-hmm. Niet helemaal stuk gekookt, maar toch. Het is niet het moderne werk van even 5 minuutjes. Nee, het is het langere werk. En ik heb hem voor u meegebracht, want ik vond het zo leuk. Dit stond nou vroeger urenlang op het petroleumstelletje pruttelen. En kijk eens even. Een grijze grauwe met een goede lepel er ook bij. Prachtig. Leuk, hè? Ja. Uit het Ria-museum. Bijna geschikt voor het museum, inderdaad. Ja, want je kunt ze tegenwoordig bij de brokanteurs en de antiekhandels kopen, die dingen. Hè? Die kosten dan, ik denk, meer dan dat ze vroeger ooit gekost hebben. Ja, maar ze staan ook bij oma op zolder, hoor. Dus, dat is ook waar. Goed, dus een pittige maaltijdsoep. Ik maak nu wel wat minder klaar, want het heeft weinig zin om zo u alsmaar naar mij te laten kijken dat er eigenlijk die prijs nee. Nou, we hebben wel trek met z'n allen, hoor. Ja. Het is nog maar vroeg in de ochtend, maar als je deze geuren eenmaal ruikt... Dat is waar, dat is waar. En het is een hele lekkere soep. Terwijl Manon de alsmaar blijft roeren... Ja, ja. Snij ik intussen de geschilde aardappelen in blokjes. En wat ik ook alvast doe... De spekjes zouden we het eerst doen. Daar had je gelijk. Wat goed van jou. Ja, ik denk wel een beetje Het is niet te geloven, zoals ik tegenwoordig van die meid op aan kan. We moeten een beetje op elkaar kunnen rekenen. We moeten niet van uitgaan dat het gebeurt natuurlijk. Want dan zul je altijd weer stuk lopen. Ik blijf het ook als een meevaller beschouwen. De kippenbouillon wordt alvast gewarmd. En waarom nou kippenbouillon? Omdat kippenbouillon is de meest neutrale bouillon die je overal voor kunt gebruiken.
Mm-hmm. He, dus als u een keuze heeft en er staat in een kookboek alleen maar bouillon, neem dan altijd kippenbouillon. Want dat is altijd met, dat is net Haarlemmerolie, is overal voor te gebruiken. En dat kan natuurlijk een blokje zijn, maar dat is niet zo aardig. Want nou, we hebben allemaal geleerd om dat met een wups te pannetje. Doen. Ja. De bouillon uit het pannetje. He, dat is het mooiste als u dat doet. Intussen snij ik de aardappelen in blokjes alvast. Terwijl het pannetje, dat wordt warm. Ja. En dan gaan we de spekjes uitbakken. Je bent flink aan het snijden vandaag. Ja, dat ben ik, het gaat goed, hè? Ja. Nou, terwijl je dat doet, ga ik... Want heb jij ik nog denk wat dat kost? Ik gauw eventjes een leuke vraag kan stellen van Truus Beenhakker uit Ozaan. Ja? Die heeft een kippensoepvraag, toevallig. Oh, ja, dat is heel leuk. Die vraagt zich af waarom we er eerst het vet afgehaald hebben, een paar weken geleden, en er later een klontje boter bij deden. Vet eraf. Ja, dat is waar. En dan voegen we het vet weer toe. Je hebt groot gelijk, Truus. Ja. Ik snap het ook niet. Nee hoor, ik snap het wel. Maar allereerst is het zo dat als je boter op het laatste moment aan wat soep toevoegt, dan krijgt die soep een veel rijkere en vollere smaak. En vergeet één ding niet. Welk vet hebben wij eraf gehaald? Kippenvet. Kippenvet. En dat is heel wat anders wat smaak betreft dan dat lekkere, rijke klontje boter. Dus het gaat niet om het afhalen van vet en toevoegen van vet, maar het is puur voor de smaak. Ja. Kippenvet is wat minder smaakvol dan boter. Boter. Ik ben het weer met je eens, Ria. Gelukkig. Ik zou graag een kat uit willen delen, maar het lukt me gewoon niet. Ik wacht nog even. Nou, het is ook pas maandag. Ja. We hebben nog een hele week te gaan. Dus er komt van de week nog wel wat, hoor. Ja, ze pakt me nog wel. Goed, hoe is het met jouw fruiten? Gaan zij, nou, heb je de eerste... Dit wordt heel fruitig hier. Dit wordt heel fruitig. Ja. Ik heb intussen de aardappelen in blokjes gesneden. En die gaan we nou toevoegen. Fruit er even nou mee. Ja. Eigenlijk ook zout en peper bij doen? Want ik zie het niet staan. Oh, dat is het leuke van jou, natuurlijk. Spek is natuurlijk erg zout. Spek is zout en de kippenbouillon heeft zijn smaakje al. Dus let u vooral op met op smaak maken. Maar dat wil niet zeggen dat ik hier niet het zout en peper had moeten hebben. Want... Nou, je hebt ze hier. Oh, je zie hebt... ik uit mijn ooghoek ineens hier die prachtige... Ver weggezet. Houten peper en zoutmolen. En de aardappeltjes, die gaan in de pan erbij. Waar is mijn krabbertje? Want dat is altijd... Ja, het is maandagochtend, hè? Ja, het is ook nog even zoeken. Maandag. Zo. Dat wordt even doorroeren. En de spekjes, het uitbakken van spekjes, vergeet u dat langzaam, niet dat hè? Dat langzaam moet. Dat moet, begin daar eigenlijk mee, zoals wij dat eigenlijk doen. Een half uur, drie kwartier, maar op een zacht pitje en heel langzaam. Ja. Dan komt mooi dat spekvet eruit. En dan hou je eigenlijk hele zachte... gebakken blokjes hou je over. Ja, en zo moeten ze eigenlijk smaak, hè? Want zodra het donker is, dan weet u zwart van kleur, bruin van kleur, dan is het bitter. Ja. Alles wat donker is. Ik weet er alles van en mijn hele familie weet er van. Is dat vanwege het feit dat je wel eens dingen aan hebt laten branden of ja, vanwege de kookles niet? Nee, juist niet. Nu gaat het goed. Kijk, nu gaat het goed. En nu valt het pas op. Ja, vroeger hadden ze het niet in de gaten. Ja, kijk, dat is natuurlijk het nadeel als ik dit soort dingen zeg, hè. Dan gaat u voor gaas als het misgaat. Ja. Maar ja, nu zeggen ze van... Ja. Heb je tegenwoordig andere soort spek, Manon? Zelf, doe er wat langer over. Ik heb het net al gezegd. Vroeger het arme volk, want laten we eerlijk zijn... De Brabantse boeren waren in wezen keuterboertjes. Dat waren kleine boeren, hè. Dat waren niet de Friese herenboeren. Dat was dus niet veel geld... voor het eten, dus het spek, daar bleef het dan bij. Ja. Dus willen we het nu extra chic en een beetje aanpassen naar deze tijd... dan doen we er die mooie hamblokjes in. Ja. Die doen we pas op het laatste moment, want het is gekookte ham en die is al gaar. Dus ja, dat hoeft niet helemaal kapot te koken. Nou, u begrijpt dat we toch al wat dingen vooruit hebben gedaan. En wat we nu gaan toevoegen met wat scheppen... en ik ga lekker die antieke lepel gebruiken, ja, leuk. Dat is de kippenbouillon. Warm gemaakt. Niet omdat er nu vlees zal schrikken. Nee. Maar gewoon omdat het sneller werkt nu. Ja. Kippenbouillon erbij. En laat het maar lekker aan de kook komen. En het moet minstens een half uur koken. Daar moet u wel rekening mee houden. Want, ik heb u net al gezegd, het moet echt allemaal door en door gaar zijn. Dus het is ook echt zo eentje die je lekker van tevoren kunt klaarmaken. Die je kunt van tevoren, zeker van tevoren kunt klaarmaken. En dan alleen nog maar opwarmen op het moment dat het nodig is. Dus u begrijpt dat we ook wat dingen vooruit gedaan hebben. Dus ik heb ook spekjes vooruit gebakken. Ja. Die laat ik even zien. Of ik. Karen heeft dat gedaan. Nou ja, het is een kwestie van samenwerken. Het is... Hè?
teamwork hier. Wat zouden wij doen zonder de mensen achter de schermen? Zeker, zeg dat wel. Dat zou niet eens kunnen. De uitgebakken spekjes. Hier zie je ze. Hoe mooi en klein ze eruit zien. Ja. En dit laten we dus een half uurtje koken. Ja. Dan gaan we even pannen wisselen, want u begrijpt dat we dat van tevoren hebben moeten doen. En na een half uurtje ziet het er zo uit. Dat kunt u hier zien. En op dat moment gaan we eigenlijk pas de hamblokjes toevoegen. En die roeren we er goed doorheen. Ja. Lukt het? Ja, Manon heeft de vingertjes beschadigd. Dus ze moet een beetje opletten. De klassieker. 100 keer tegen de kleine zeggen, pas op voor de deur. En dan vervolgens zelf, poing. Volledig de dus mist ik ben een beetje aan het klungelen. Eigen schuld, dikke bult. Laat eens even zien hoe beschadigd je bent. Misschien moeten we wel zo'n Mitella. Hou op. Zo erg is het niet. Oké. Ik schaam me al zo. De uitgebakken spekjes op het laatste moment, die moeten nog te kouwen zijn. Gaan er ook doorheen. Ja. En u heeft het al gezien, het kleurverschil wat zich in de pan afgespeeld heeft. He, dat felle groen, dat ben je helemaal kwijt op het moment dat iets een half uur kookt. Ja. Maar dat wist u wel. Uh-huh. En we snijden er nu nog voor de kleur wat snijselderij doorheen. De selderij wordt wat fijn gesneden en die geeft nou zo het lekkere frisse groene kleurtje aan onze prepol. En bevalt het u, mevrouw? Ik denk, doe het even stiekem, maar... Ja, zeg. Ze denkt, Ria, smaakt kijk goed. Niet. Beetje maar... peper. Beetje peper erbij? Ja. Zoet, zout hoeft er echt niet meer bij. Nee, dat dacht ik ook. En dan gaan we hem lekker opscheppen. Nou, zo wil ik wel een dagje op het Brabantse land werken, ja, dat hoor. Dacht en dan ik s'avonds thuiskomen. En je moet de lepel er recht in overeind kunnen zetten. Nou, heb je een lepel? Soep is er niks bij. Kunnen we even kijken? Ja, deze. Alsjeblieft, ziet Hola, u? Dat lukt. Gelukt. Het gedekte tafeltje en wat ik helemaal vergeet, dat is de Ria Touch. En ik heb het u al een paar weken geleden al eens een keer laten zien. Een heel klein beetje kruidenbitter, want wat is kruidenbitter? Niks anders als vloeibare kruiden, vind ik. En ik werk daar heel graag mee. Ik heb allemaal zwakheden, gembersap, weet ook iedereen, honing. En zo is het ook de kruidenbitter. Smakelijk! Twee weken geleden hadden we aspergeweek. Toen had ik het ook bijzonder naar mijn zin, moet ik zeggen, hoor. En de vraag was toen, wat zijn de twee aspergegebieden bij uitstek in Nederland? Nou, Ria? Brabant en Limburg, hè? Ja, hè? We gaan eens kijken. En Belg. Tekeningen. Geteeld in Limburg en Brabant. Zonnige groetjes van mevrouw Beinsberger Brands in Rekum, Limburg, België. Van harte proficiat. Wij sturen naar België ons prijzenpakket. Het bestaat uit een staafmixer met hakmolen. Een jaar lang genieten van een culinair magazine. We hebben een heerlijke fles wijn en een royefpan. Van harte gefeliciteerd. En hier ergens achter de keuken staat nog zo'n stapel, hè, met prijzen. Die we vandaag weer weggeven aan degene die het antwoord weet op de vraag. Welke bouillon, wou ik het bijna toch zeggen, welke bouillon kun je eigenlijk overal voor gebruiken? Het is heel neutraal van smaak. Wat heb je toch weer, Ria? Schrijf het op een briefkaart, stuur het naar Kook TV, postbus 5x2 2302 KA in Leiden. Voor al uw vragen, suggesties en reacties kunt u daar ook terecht. Post is altijd welkom. En teletextpagina 245, daar vindt u het hele recept op terug. We zijn er morgen weer. Gaan we weer een tripje maken naar Brabant. Hè? 10 uur. TV 1.